kan Alverna de stroom toeristen straks nog wel aan? Er liggen namelijk verschillende plannen om meer toeristen te trekken. Om te beginnen komen er op het campinggedeelte van de Wiegenerhorst 125 vakantiehuisjes, tenminste als de aanvraag daarvan wordt goedgekeurd. Ook verandert Manege Sint Frans van eigenaar en het is de bedoeling dat dat terrein bij de Wiegenerhorst wordt betrokken. Camping Bij de Drie Linden is ook uit op uitbreiding. En één ding is al zeker, er komt een hotel bij Terme Berendonck. Nog niet al die plannen zijn definitief, maar verantwoordelijk wethouder Nick Derks erkent dat er veel tegelijk op de inwoners van Alverna afkomt. Daarom gaat de gemeente na de zomer opnieuw met de bewoners in gesprek.